In het RAI-gebouw in Amsterdam drommen belangstellenden in de elektronica weer samen op de Virato-tentoonstelling, waar de transistors hun opmars voortzetten. Een grote verscheidenheid van apparaten brengt het publiek ertoe met hun geluid te experimenteren. De neiging van de tv om steeds platter te worden ziet men duidelijk af aan dit Zweedse toestel van zeer bescheiden afmetingen. Voor onderwijs is er een tv-achtig diascherm dat op impulsen van een grammofoonplaat met begeleidende tekst automatisch van beeld wisselt. En ontwierpen zelf de schroeven en de motor. Er zijn ook camera's waarmee men zijn eigen tv-bandopname kan maken. Men kan die videoband daarna op ieder gewenst ogenblik in beeld en geluid afdraaien. In dit geval werd onze cameraman waardig bevonden zijn entree op zo'n particulier scherm te maken. Het draait allemaal om het elektron op deze Virato. En hoe dat zelf draait wordt onderwezen in een speciaal zaaltje met modellen en voorbeelden. Hier geschiet dit automatisch met behulp van een stroomkring met elektromagneet. Het Nederlandse leger toont hoe de elektronica gebruikt wordt bij de verbindingen van de troepen. Zeer frivool is in vergelijking daarmee het tapehoudertje dat op een bandrecordertje in de auto kan worden geplaatst en waarmee van iedere automobiel een soort jukebox te maken is, voor wie in het verkeer nog geen lawaai genoeg aantreft. Met geluid en lawaai is werkelijk alles mogelijk. Deze meneer ontlokt zijn gitaar langs elektronische weg orgeltonen. Het rijk der elektronica is vol verrassingen. Mogelijk zijn kanaries nog wel eens tot carillons te verbouwen.